Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een AliExpress / Temu shoplog. Ik had daar weer wat dingen gekocht en ik dacht, ik ga jullie laten zien wat ik daar heb gekocht. Ik vind het nog steeds wel heel fijn om daar af en toe wat te bestellen. Dus ik ga jullie gewoon laten zien welke dingetjes ik de laatste tijd daar heb gekocht. Het is niet allemaal van één keer. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes van zowel AliExpress als Temu, zou ik zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijs zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. Ik kan nog even het officiële plaatje ook in beeld neerzetten van hoe het er op de website uitzag. Zodat je misschien een idee hebt of dat het zo ook in het echt overkomt. Ik moet wel even kijken, want ik weet niet meer precies waar nou wat vandaan komt. Maar dit was volgens mij al wat Temu ook sowieso. Ik heb allereerst deze hele toffe houder gekocht. Het is een boxje voor je wifi. Je kunt deze op twee manieren bevestigen. Er zitten plakstrips bij, maar ook met een spijker. Mijn voorkeur gaat daarnaar uit, want die plakstrip, als je dat op je muur plakt, ik wil het altijd graag dan ook hergebruiken. Zou ik ooit gaan verhuizen, wil ik het meenemen naar een nieuw huis. De achterkant is open. Je bevestigt het aan de muur en dan kun je dus dan je wifi kastje inzetten. Ik vind dat zelf wel heel fijn. Die van mij staat op de grond, vind ik gewoon niet zo handig. Dus toen zag ik deze, je had hem in verschillende kleuren. Ik dacht, dat vind ik wel heel erg leuk. Dan kan ik zo mijn kastje erin zetten. Dan staat hier heel tof wifi op. Dus ik vond het heel leuk. En ik heb een roze gekozen. Omdat ik heel veel roze accenten heb in huis. Dus dat is deze. Dan heb ik hier eigenlijk gewoon een etuietje. En dit is een etuietje voor wat vrouwelijke spulletjes in te doen. Mee te nemen in mijn tas. Dus je kunt er ook aspirines in doen. Maar bijvoorbeeld maandverband en dat soort dingetjes. Dus het leek me wel handig. Ik heb er eentje gekozen met een konijntje. Ik zal hem er even uithalen. Zodat je hem goed kunt zien. Dan zit er een konijntje op. Er staat ook een tekstje hier. Maar dat is Chinees. Ik zou niet weten wat het inhoudt. Dan kun je hem zo gewoon met een ritje afsluiten. En dan kun je hier dus wat vrouwelijke spulletjes in doen. Ik vind dat zelf wel heel erg handig. Want ik vind het toch altijd wel fijn om wat bij me te hebben. Want je weet het maar nooit. Dan heb ik een malletje gekocht. Om zelf chocolaatjes te maken. Het is eigenlijk een malletje voor Pasen. Want er zitten paaseitjes in en konijntjes. Maar ik dacht, ach, als het niet paas is, is het ook leuk om chocolaatjes te maken. Je kunt hier gewoon chocola ingieten. En dan kun je dat hard laten worden in de koelkast. En dan heb je gewoon eigen leuke gemaakte chocolaatjes. En dat leek me heel erg leuk. Dat ga ik ook een keertje doen in de vlog. Maar ik moet even kijken hoeveel chocola ik dan nodig heb. Hij kan ook in de vaatwasser. En dat is nu wel fijn, omdat ik nu een vaatwasser heb. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk om dat een keertje te gaan proberen. Ja, dan heb ik dit tooltje gekocht. En deze is voor de eyeliner. Je kunt hier namelijk net wat netter nog je eyeliner mee zetten. Je kunt hem ook gebruiken voor mascara. Ik zal hem er eventjes uithalen. Ik heb een roze gekocht. En je kunt hier dus ook bijvoorbeeld heel makkelijk een wing mee zetten. Het is gewoon van siliconen, dus je kunt hem makkelijk afwassen. Maar ook dat hartje kun je gebruiken. Maar je kunt hem dus ook zo onder je wimpers leggen, zodat je je mascara netjes kan aanbrengen. Dus het leek me wel leuk om dat eens te proberen. Het is eigenlijk een beginners toeltje. Nou kan ik wel eyeliner aanzetten, maar de wing blijft een beetje een lastig dingetje. Je kunt ook nog aan de onderkant dit stukje gebruiken voor je gezichtscreme. Dus ik vond dat wel leuk en ik dacht, nou het zou wel leuk wezen als ik dan ook eens een keer, zoals hier hebben ze een hele mooie wing gemaakt. Ik zou het leuk vinden als dat ook daadwerkelijk werkt, maar of dat lukt, dat weet ik dus niet precies. Dan heb ik een afvalbakje gekocht voor op mijn kaptafel. Ik wilde eigenlijk heel graag een afvalbakje hebben en ik dacht, nou laat ik een afvalbakje bestellen. Het is een heel basic afvalbakje. Ik kan hem er eventjes uithalen. En dan kan ik het ook gelijk neerzetten. Je drukt hem er gewoon op. En dan kun je gewoon hier je afval in doen. Ik denk wel dat ik er een zakje in zou doen. Hij komt misschien niet heel roze over. Maar hij is wel echt roze. En dan kun je gewoon je wattenschijfjes of je wattenstaafjes en zo erin doen. Ik dacht, dat vind ik wel fijn voor op mijn kaptafel. Ik had er altijd eentje staan, maar die was heel vies geworden. Die was niet al te mooi meer. Dan heb ik een setje met spatels gekocht. En ik had een tijdje geleden een video uitgetest met van die mousse van de Action.
En toen zag ik eigenlijk dat het beter was met een spateltje. Die had ik niet. Ik dacht, laat ik gewoon een setje met spateltjes bestellen bij Temu. Dan kan ik die gewoon gebruiken als ik die moes wil gebruiken om het mee aan te brengen. Want dan wordt het net wat netter. Je krijgt er best wel veel. Je hebt 5 spateltjes en er zitten dus verschillende maten in. Waardoor je dus heel fijn het ermee kan aanbrengen als het goed is. Ik ben heel benieuwd. Als het goed is kun je hem ook heel makkelijk schoonmaken. Dus ik dacht, dat is wel handig voor het knutselen weer. Ja, dan heb ik hier een toeltje. Dat is deze. Dat is voor je lijmpistool. Ik heb zo'n lijmpistool. En als ik die gebruik, dan leg ik die altijd op een krantje neer. Maar dit kun je dan in elkaar zetten. Dit kan je er dan zo in zetten. En dan kun je hem dus hierop laten rusten, je lijmpistool. Ik moet even kijken hoe het ook weer precies zat. Maar die kun je er dan zo opleggen. En dan, ja, hij moet eigenlijk zo. En dan kun je hem hier zo inleggen, waardoor je lijmpistool hierop rust. En waardoor niet alle lijm overal heen gaat. Dus dat vond ik wel heel erg handig. Ik dacht, dat kan ik wel gebruiken. Dus dat vond ik gewoon een handig toeltje om te hebben. Ook deze is weer roze. Hij komt misschien meer paars over op de camera. Maar ik vond dit wel een heel erg handig toeltje ook. Dan heb ik hier een dingetje en daar kun je desinfectiegel in doen. Zodat je het heel makkelijk kan pompen. Ik vind het altijd nog fijn om desinfectiemiddel bij me te hebben. Want ik merk gewoon dat je soms als je vieze handen hebt, dat je ze tussendoor even een keer wil wassen. Als je dan onderweg bent, dan lukt dat niet. Nou, dan kun je deze vullen. Er zit een heel klein dingetje in. Kijk, je vult hem. Hier zo bovenin kun je hem vullen. Met je desinfectiemiddel, dan druk je deze erop en dan door het pompje gaat het erin. En dan als je er dan gewoon op drukt, komt er desinfectiemiddel uit. Ja, ik vind dat gewoon super handig, omdat ik gewoon echt merk dat ik nog steeds wel het fijn vind om dit te gebruiken. Dus ik dacht, dat vind ik wel handig om mee te nemen. Vooral omdat ik ook regelmatig van tas wissel, kan ik hem gewoon overzetten. Even kijken wat dit ook alweer was hoor. Dit is een reiniger voor je scherm. Ik denk dat we het allemaal wel weten dat je schermen heel snel vies worden. Deze kun je vullen. Kijk, er zit een flaconnetje bij. Die vul je met wat reinigingsmiddel. Ik heb zelf zo'n flesje een keer bij de Action gekocht, maar die pompt niet meer. Doe je hier je reinigingsmiddel in. Die zet je dus terug hier zo in. Kijk, dan komt hier je reinigingsmiddel zo uit. En dan kun je hem dus gewoon schoonmaken. En dan kun je de zijkanten als het goed is gebruiken om hem schoon te maken. Je kunt hem gebruiken voor alle schermen. Alleen je moet er dus geen agressieve spullen in doen. Dat zou ik sowieso niet doen. Maar ik vond dat wel heel handig. Want ik merk toch regelmatig dat ik denk, ja, ik moet dit weer even schoonmaken. Dus ik vind het dan wel handig om zoiets te hebben. Dan heb ik hier een applicatortje. En dan kun je het haar mee uit je haarborstel halen. Ik maak regelmatig mijn haarborstel schoon. En soms merk ik dat er wat haar in blijft zitten. En dan met dit toeltje kun je dus je haren uit die borstel halen. Zodat je hem helemaal schoon kunt maken. En dat vond ik wel ideaal. Want ik merk gewoon, mijn haarborstel wordt heel snel vies. Net wat ik zeg, ik haal het grove haar er wel uit. Maar het fijne haar blijft vaak zitten. Dus ik dacht, nou, als je dan hiermee alles eruit kan krijgen. Dat is wel echt super ideaal. Hij heeft dus gewoon van die puntjes. Ik zal hem er even uithalen. Dat laat ook wat makkelijker zien. Want hier hebben jullie ook niet heel veel aan. Zo. Krijgen we dat nog een beetje op een normale manier open. Dat is ook altijd leuk. Kijk, dan zitten er hele kleine haakjes aan. En dan kun je dus alle haartjes mee uit je haarborstel verwijderen. Dus ik dacht, dat vind ik echt ideaal. Dus die wil ik ook eens gaan proberen. Of het heel lang meegaat, weet ik niet. Want het is natuurlijk allemaal heel goedkoop. En het is Temu. Maar we gaan het wel even zien. Even kijken hoor. Dan gaan we door naar de volgende. En dan heb ik hier zitten gewoon wat spullen in. Een bakje.
Dit is eigenlijk ook een soort van, daar kun je van alles in doen. Nou vind ik deze heel fijn om in mijn douche op te hangen. En ik wil deze gaan gebruiken als een soort wasmandje voor mijn herbruikbare wattenschijfjes. Als ik hem al gebruikt heb, gooi ik hem hierin. En als hij dan vol is, dan kan ik hem in de was doen. Want die liggen nu dus overal te vallen, omdat ik ze dan in de wasmand gooi. En dan zie ik ze soms niet. Dus ik dacht, dan doe ik die. En daar heb ik er dus twee van. Er moet er dus nog eentje in zitten. Dan kan ik er eentje gebruiken. Voor mijn doekjes die dan vies zijn die ik heb gebruikt. En eentje voor de herbruikbare wattenschijfjes. En dan als ze vol zijn dan gooi ik ze in de was. Dus dat leek me ook wel ideaal. En ik heb zo'n stang en hang ik ze in de douche gezellig op. En ik dacht ja we doen gewoon roze want daar hou ik natuurlijk van. Even kijken nog. Dan heb ik hier een kwastje. En deze is voor lijm. Ik gebruik vaak lijm met knutselen en ik heb nu dus een lijm. Daar komt het niet zo makkelijk meer uit de verpakking. Doe ik een beetje in een bakje en dan doe ik het nu met een wattenstaafje. Waar dan, dat werkt niet zo heel goed. Ik dacht, ik koop een kwastje voor mijn lijm. Dat vind ik wel handig. Dan kan ik hiermee mijn lijm aanbrengen. Het is heel flexibel. Je maakt hem daarna schoon en dan kun je hem weer gebruiken. En dan kan ik gewoon net iets makkelijker lijmen. Dus dat vond ik ook een handig toeltje. Oh ja, dan heb ik hier tape. Ik had van het zelfklevende tape nodig. Ik heb ook wat plintjes die los zitten. Ik dacht, dan kan ik die even vastplakken. Als het goed is, komt er hier ergens nog eentje tevoorschijn. Want ik wist niet of ik genoeg hieraan had. En ik had er dus twee besteld. Maar ik dacht, dit is gewoon van dat zelfklevende lijm. En van die pet, het is transparant. En dan kan ik mijn plint in ieder geval even proberen vast te maken. Want ik heb het al eens geprobeerd met houtlijm. Maar dat werkt gewoon echt voor geen meter. Dan heb ik hier een toeltje en dat is deze. En ik heb laatst zo'n setje gekocht bij de Action voor waxstamps te maken. Maar die wax moet je smelten. Nou, ik heb er twee gekocht. Dit is er eentje die gaat op een vaccinelichtje. Hier zet je een vaccinelichtje dan in. Maar zit, en dan zet je het deze er zo op. En dan smelt die wax, zeg maar, hierboven. Hij blijft niet heel handig hangen. Dan moet ik even kijken hoe dat moet. Dus dan smelt die wax zo en dan kun je dat dus kun je heel makkelijk dat maken. Ik had eigenlijk verwacht dat er ook nog een extra bakje in zou zitten waar je hem op kan leggen, maar je moet hem hier gewoon zo boven houden. Dus ik ben wel benieuwd of dat werkt. Ik ga daar nog een video van maken. Volgens mij heb ik ook hem verkeerd om. Goh, wat een domme actie. Je moet hem zo houden. Kijk, dit is de bovenkant en dan kan die er zo precies in. En dan smelt de wax en dan zet je hieronder het vaccinelichtje. Dit ga ik ook gelijk uittesten als ik daar de video van maak van die waxstempels. Dus ik dacht, ja, ik heb dat niet. Ik weet anders niet hoe ik die wax moet smelten. Dus dat is deze. Dus daar ben ik benieuwd naar. Maar die ga ik dus uittesten als ik die video van die stempels op ga nemen. Dan heb ik hier ook twee setjes met waxjes. Ik heb wat wax erbij gekocht. Ik begreep dat die wax die bij het setje zit van de Action niet fantastisch is. Dus ik dacht, ja, dan komt die video weer niet zo goed over. Laat ik dan ook gewoon wat wax bestellen. Ik heb hier een setje met roze wax. Wat ik wel heel mooi vind. En dat gaat dus smelten. En ik heb een setje met paarse wax. Dat kunnen we dus allemaal ook tegelijk in die video uittesten. Om te kijken of dat werkt. Ik weet niet hoeveel wax je nodig hebt. Maar dat gaan we wel zien als ik die video opneem. Dus dat zijn alvast deze twee kleurtjes. Er komen hier verderop nog wat kleurtjes tevoorschijn. Dat weet ik. Dan heb ik ook gelijk twee bakjes mee besteld. Eentje is dan voor de wax om in te doen. Zodat ik de kleurtjes makkelijk kan verdelen. En niet allemaal in het zakje hoeft te blijven zitten. En dan heb ik er ook één om die wax muntjes in te doen. Ik dacht dat is dan wel handig. En als ik het dan een keertje bijvoorbeeld voor een kaart wil gebruiken. Dan kan ik er zo eentje uitpakken. Dus ik dacht nou dat is wel handig. Dan kan ik het gelijk ook goed opbergen. Want ik vind het toch wel makkelijk en fijn als het goed opgeborgen is. Dus gewoon eigenlijk twee hele simpele bakjes. Die sluiten met een klemmetje hier aan de zijkant. Dus dat is ook wel heel erg handig. Dus ik dacht nou dat is wel ideaal. En dit soort dingetjes zijn toch vaak dan wat goedkoper. Als dat je gewoon in een fysieke winkel koopt. Dan betaal je toch vaak wat meer.
Dan heb ik hier een matje en die is ook voor die wax. Dan kan ik hier, zeg maar, het is een kattenpootje. Hier kan ik dan die waxstempel opmaken, want daar is die speciaal voor. Het heeft ook een soort aluminium laagje. Dan kan je die waxstempel dan opdrukken. Ik zou er ook nog een stukje bakpapier op kunnen doen. En dan kan ik daar op die stempel goed drukken en dan kan die goed drogen. Dus dat leek me ook wel handig. Ik dacht, dan hoeft het ook niet weer op een krant en zo. Dat wordt altijd zo'n rommeltje. Dus, nou, maar ik vond het kattenpootje wel heel erg leuk. Dus die heb ik ook besteld. Even kijken. Want dit vind ik ook echt hele handige tools. En hier heb ik 4 stuks van. Ik laat er gewoon even 2 zien. Ik heb er dus 4 besteld. Ik was op zoek naar bakken voor op mijn kapstok. Ik heb nu van die transparante bakken staan. Werkt niet helemaal goed. Ik was op zoek naar bakken. Toen vond ik deze bij Temu. Ze zijn precies de goede maat. Ik ga er eentje uithalen, zodat je kunt zien hoe het is. Kijk, dit is zo'n bak. Dit is hem dan. Dus dit is de binnenkant, die druk je erin. En dan sluit je hem door middel van klittenband. Dus zo ziet hij er dan uit. Die past dus precies bovenop mijn kapstok. En er passen er dus 4 op. Dus ik heb 4 van deze bakken besteld. Dat is dan wel zo. Ik zie hier bijvoorbeeld wat vel zitten. En dan kan ik daar mijn sjaals en mijn handschoenen en mijn tasjes in doen. Die herbruikbare tasjes. En daar heb ik dus 4 stuks van. Zodat ik die dan naast elkaar kan zetten. En dan kan ik het verdelen. Dus 4 van deze boxen. Ik was blij dat ze nog hadden. Want ik had er eerst 2 besteld. En toen kwam ik erachter. Oh, er kan er eigenlijk nog wel eentje bij. Dan heb ik een roerstokje gekocht. Met deze kan ik dan de wax een beetje doorroeren. Als die aan het smelten is. Want dan kan ik hem een beetje helpen. Dus dan kan ik dat heel makkelijk een beetje doorroeren. Zodat het goed smelt en dat goed die stempel erop komt. Dus dat vond ik ook wel handig. Want ja, als ik zo'n video ga opnemen. Dan is het leuk als het er ook wel een beetje goed uitziet. Dus eigenlijk een heel simpel spateltje ook. Niet heel bijzonder, maar ja, een beetje basic. Even kijken hoor. Ik weet niet meer precies waar nou alles in zit. Dus ik moet even het een en het ander ook nog openmaken. Dan heb ik deze hele toffe koffer gekocht. En die vond ik dus super handig. Want het is de laatste tijd een paar keer voorgekomen dat ik eens een keer make-up mee moest nemen. En eigenlijk kan ik het niet heel veilig vervoeren. Alleen in de hele grote beauty case. En dat is gewoon niet altijd nodig. Toen zag ik deze. Ik heb een roze genomen omdat ik ook een roze koffertje heb. Ik dacht, dat vind ik dan wel gewoon leuk bij elkaar staan. Dit is dan de binnenkant. Hier kun je dan make-up in doen. En dan rit je hem dicht. Want hij kan gewoon dicht met 2 ritsen. En dan, je kunt hem ook nog aan je koffer bevestigen. Mocht je hem mee willen nemen op vakantie. Zitten pootjes onder. En dan kun je dus heel makkelijk je make-up vervoeren. Ja, ik vond dat zelf echt fantastisch. Want ik dacht, ja, dat vind ik gewoon echt heel erg fijn. Dus ja, mocht het een keer voorkomen, heb ik in ieder geval een goed koffertje om mijn make-up in te vervoeren. Dus dat is die. Dan heb ik hier een heel setje met hangertjes. Nou, ik zal er even eentje uithalen. Ik wil eigenlijk meer hangers aan elkaar hangen bij mijn kleding. Toen zag ik dus van deze hele handige toeltjes. Die kun je dus zo over je klerenhanger hangen. En dan, kijk, dat doe je zo. En dan kan je dus hierin nog een hangertje ophangen. Ik dacht, nou, dat is echt ideaal. Ik weet niet of het echt heel erg lukt. Ik hoop het wel. Maar ik dacht, ik wil in ieder geval zo'n setje hebben om te kijken of dat lukt. Want dat zou gewoon echt veel beter zijn. Dus dat leek me gewoon echt een ideale oplossing. En ik zag dat Temu ze had. Ik dacht, nou, die ga ik gewoon daar eens bestellen om te kijken of dat het wat is. En dan gaan we dat wel zien. Even kijken, wat zat er ook alweer in deze zak? Volgens mij is dit allemaal AliExpress. Ja, dit is AliExpress. Je hebt gelijk zo'n type met al die spullen dan. Nou, ik heb dus ook nog een elektrische gekocht. Deze gaat op stroom.
van de waxbrander. Ik dacht, dan kunnen we ze gewoon allebei uitproberen. Kan ik er twee tegelijk doen. Deze stop je gewoon in het stopcontact. En dan kun je dus hier de wax insmelten. En dat doe je dan ook op een lepeltje. En dan kun je, dus het werkt eigenlijk hetzelfde. Je doet hier het lepeltje in met wax. En dan wordt die automatisch gesmolten. Omdat die dus elektrisch is. Ik dacht, nou, dat is ook nog wel is leuk om te proberen. Ik heb een roze gekocht. Dus ik dacht, nou, dat kan ik dan ook wel gebruiken. Dan gaan we gewoon allebei die toeltjes proberen. Dan heb ik dit nog gekocht. En je denkt vast, wat is het? Dat even uit te halen. Het zijn van die oorbelachterkantjes. Ik vind het nog wel eens leuk om met kerst bijvoorbeeld van die andere oorbelletjes te dragen. Maar die achterkantjes die vliegen er nog wel eens uit. Dus ik heb nu hier een setje met allemaal dopjes. Ik zal hem even openmaken. Ik hoop dat niet alle dopjes eruit springen. Ik kan het er eentje laten zien. En dan heb je gewoon een heel klein, kunnen jullie niet eens zien, achterkantje. En die kun je dan gewoon aan zo'n oorbelletje hangen. Als ik er dan weer eens eentje kwijtraak, is het niet zo erg. Er zitten er volgens mij 500 in of zo, dus dat is prima. Dus dan heb ik gewoon een heel setje met van die achterkantjes. En dan kan ik die gewoon ook in doen of gebruiken als ik er weer eens eentje kwijt ben. Dus dat vond ik ook wel handig. Soms hebben ze ook echt letterlijk twee dingen in één zakje gestopt. Dat snap je dan niet. Waardoor ik nu dus al niet meer weet wat hier nou precies in zit. Oh ja! Ik heb een stofzuigertje gekocht. Kijk, het is een stofzuigertje voor mijn diamond painting. Want ik merk dus soms dat mijn diamond painting niet helemaal goed, dat ik steentjes verlies. En toen dacht ik, oh, als je dat met een stofzuigertje kan doen. Ik weet alleen niet hoe dat dan precies werkt. Want er moeten denk ik wel batterijen in. Maar dit is het. Het is een poesje. Ik vond hem wel heel erg leuk. Dus daar moet ik even kijken waar de batterijtjes dan in gaan. Dat zie ik nog niet. 1, 2, 3. En dan kan je dus gewoon heel makkelijk je steentjes opzuigen. En dan komen ze in dit bakje. Dus ik ben wel benieuwd hoe dit precies werkt. Maar daar moet ik even naar kijken. Maar ik dacht, ik raak nog wel eens wat steentjes kwijt. Dus dat is wel handig. Er staat alleen niet zo goed op waar dus de batterij in moet. Maar, oh, bij het hoofdje. Je moet het hoofdje eraf draaien, zie ik nu. Die kun je dus waarschijnlijk, nou ja, bij het hoofdje. Maar je kunt hem ook gewoon gebruiken om bijvoorbeeld je bureau schoon te maken. Dus dat vond ik ook wel heel erg handig. Dan heb ik een heel klein lineaaltje gekocht. Ik wil wel eens van die strepen zetten. En dan zie ik, oh ja, eigenlijk moet ik schuin. En ik dacht, daar heb ik wel zo'n lineaaltje voor nodig. Dus ik heb dit kleine lineaaltje gekocht, zodat ik streepjes ook zo kan zetten. Dat vond ik wel heel erg handig. Dus ik dacht, nou, die gaan we ook maar bestellen. Dan heb ik hier nog een aantal kleurtjes wax. Ik heb hier nog groene wax besteld. Ook leuk om te proberen. En blauwe, die vond ik ook wel leuk. Dat kan dan allemaal netjes in die box. En dan ja, hoop ik dat ik het ook kan natuurlijk. Oh ja, gele heb ik nog. Die dan. En nog een setje met rode. Dus dan heb ik weer heel veel waxjes. En dan kan ik dat allemaal netjes opruimen en leuk gaan proberen. Want dat leek me gewoon heel erg leuk. Wat zat hier ook alweer in? Oh ja, ik was nooit zo'n held in het openmaken. Oh ja. Hier zit een houdertje in. Voor een waxstempel. Ik heb ook nog één stempeltje extra besteld. Die vond ik heel leuk. Kijk, dit is de houder. En daar kun je dus dan zo'n wax... houdertje opzetten. Dus ik heb nu gewoon een heel basic zwart houdertje waar ik hem dus op kan zetten. Dus ik dacht, nou, dat gaan we dan gewoon proberen, want dat ziet er heel erg leuk uit. We zijn er bijna doorheen. Oh, die had ik niet helemaal ingecalculeerd, want ik had dus ook een wax dingetje besteld. Kijk, met een A'tje. Want ik dacht, dat vind ik dan leuk om bijvoorbeeld een brief mee dicht te maken met een letter A. Maar hier zit dus een houdertje bij. En dat wist ik dus niet. Dus nu heb ik eigenlijk twee houdertjes. Stond er ook niet bij. Ik dacht echt dat het alleen gewoon het dingetje los was. Nou ja, goed. Maakt niet heel erg uit.
Dus dit is ook zo'n wax dingetje. Zo'n stempeltje om dus die wax mee te maken. Dus dat is ook wel super leuk. Wat zat hier ook alweer in? Oh ja, ik heb hier een houdertje voor bijvoorbeeld wattenschijf, wattenstaafjes. Kijk, die kun je open doen. Daar kun je wat wattenstaafjes in meenemen voor onderweg. Of bijvoorbeeld tampons of ja, misschien pilletjes wat je wil. Dat leek me wel heel erg handig. Het is niet de allerbeste kwaliteit, maar ik dacht het is altijd wel handig om bij je te hebben. Dus dat is dat houdertje. Die vond ik ook wel handig. Ik heb gewoon graag van alles bij me. En wat zat hier ook weer in? Want dit is het laatste pakketje. Oh ja, nog zo'n rolletje tape. Dus nee, hier zit dan net weer wat meer op. Is ook iets dikker. Dus nou ja, dat gaan we gewoon allemaal uitproberen. Ik ga heel veel dingen proberen en laten zien in de vlog. Maar ik vind het wel super leuk. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dat het ook daadwerkelijk werkt. We hebben het geprobeerd om een verlengsnoer mee op te hangen. Die liet wel los. Maar goed, ik ga het wel gewoon proberen. In ieder geval dan voor mijn mijn laminaat plintje. Dus ik ben wel benieuwd of dat dit wat doet. Dan waren dit alle spulletjes die ik bij Temu en AliExpress heb besteld. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij er een item bij vond zitten die je misschien heel erg tof vond. Of dat je denkt naar aanleiding van deze video, ik zou ook wel ervan iets willen bestellen. Misschien heb je zelf helemaal niks hè, met AliExpress of Temu. Dat is ook helemaal niet erg. Maar ik vind het zelf gewoon nog wel eens fijn om daar wat te bestellen. Dus daarom doe ik het ook. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarna staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!